Goedemiddag iedereen en welkom op de officiële persvoorstelling van Wouter Frank als onze nieuwe trainer. Welkom ook aan de kijkers van onze livestream trouwens. De persconferentie zal in twee delen verlopen, waarbij dus eerst de mensen hier aan tafel aan het woord komen en we dan de livestream gaan afsluiten. En daarna krijgen de mensen van de pers hier aanwezig uiteraard de kans om hun vragen te stellen. Over 16 dagen zal het precies 16 jaar geleden zijn dat Kaarten Genk Wouter Frank heeft voorgesteld als speler. Hij kwam toen over van Gent en de redenen voor de club om hem aan te trekken, ja, die waren helder. Ik heb het eens opgezocht, er stond toen: Wouter is Belg, hij heeft een voorbeeldige mentaliteit, hij kan iedereen en anderen meetrekken, hij is iemand die iets kan betekenen in de kleedkamer en hij biedt uiteraard kwaliteit. En ik denk dat vandaag de dag dat ook zaken zijn die hem nog steeds typeren, ook als trainer, de trainer Wouter Frank. We gaan daar Wouter zelf uiteraard ook nog wel over aan het woord horen, maar over het hoe en het waarom van de keuze voor Wouter geef ik nu graag eerst het woord aan onze head of football, Dimitri de Condé. Timmy, alsjeblieft. Ja, goedemiddag allemaal. Welkom bij de voorstelling van Wouter. Niet de eerste keer, denk ik, dat wij zijn naam hier horen waaien. In de vorige periode een paar keer heeft hij op tafel gelegen. Niet altijd de beste timing. Was niet de beste timing dat tijdens te doen. Zeker met ten opzichte van een ploeg die met ons in strijd is om bepaalde tickets. Dus een opportuniteit voor ons nu om Wouter op dit moment aan boord te halen in een tussenseizoen. Iemand die had aangegeven dat hij meer ambitie had om meer ambitie of die een stap hoger wou zetten in zijn hoofd. En wij zijn daar met heel veel plezier op ingesprongen. Waarom Wouter? Vanuit mijn perspectief, het clubperspectief. Eén, Wouter spreekt Nederlands. Dus misschien heb ik nog ooit gezegd, maar ik blijf het merken. In deze club is dat gewoon iets wat heel belangrijk is. Om mensen te verbinden. En dan praat ik van de jeugd tot het A-team, maar ook rond het team. Op bestuurlijk niveau, op supportersniveau. Is het gewoon heel belangrijk dat je kan verbinden en Nederlands praat. En daar denk ik dat Wouter de juiste kandidaat voor is. Stabiliteit. Wij blinken daar niet in uit. En dat is voor mij niet leuk om veel trainers te zien passeren. Dat is niet leuk. Maar Wouter heeft bewezen dat hij dat kan. Heeft dat bewezen bij KV Mechelen. Wat niet gemakkelijk is. Iedereen zegt, ja, maar KV Mechelen is toch nog een ander niveau. Voor mij zijn dat clichés. Ook bij KV Mechelen is er druk. Ook bij KV Mechelen zijn er verwachtingen. En hij heeft promotie afgedwongen. Heel goede play-offs altijd gespeeld en gehaald. En ook gewonnen met een beker. De manier waarop, ook heel belangrijk, ook in onze club. En wij willen, gelijk iedereen het cliché zegt, bloed, zweet en tranen zien. Dat willen we absoluut zien. En dat hebben we vorig jaar denk ik te weinig gezien. Dat hebben we gewoon gemist. Maar de manier waarop is ook belangrijk in Genk. Wij weten dat de tegenstander zich veel komt ingraven. En wij hebben iemand nodig die de ploeg naar voren kan stuwen. Met een gezonde manier, met een goede manier van voetballen. En ik denk, dat weten we allemaal in België, dat heeft hij in Mechelen gedaan. Hij kent de club, is Limburger, net als mezelf. En hij weet ook wat het is om op dat veld te staan. En toen we straks naar het oefenveld wandelden, gaan zij met een brek van Dini aan en nostalgisch hier te staan. Dat gevoel, dat heb je of dat heb je niet, maar dat moet je meegemaakt hebben. En ik denk ook dat dat belangrijk is, dat wij, zeker met ons tweeën, al dat gevoel uit kunnen dragen naar de spelersgroep, hoe belangrijk het is en hoe trots je kan zijn als je op dat veld komt. En dat is iets wat ook in de gesprekken is dat heel duidelijk naar voren gekomen. We hebben ook over de staf gesproken met Wouter. Heel belangrijk ook dat hij zo snel mogelijk kan starten met een goed gevoel. Hij heeft daar mensen aangehaald die hij wil meebrengen. Kevin van Dessel, Glenn van Rijkegem, de physical coaches ook, die brengt hij mee. En zo kunnen wij Wouter ook sneller, vooral in hetgeen, want we hebben niet heel veel tijd in de voorbereiding met onze internationals, gelijk het hier altijd is. Dus dat kan het alleen maar versnellen en verbeteren. Misschien nog een klein dingetje, dat weet Wouter niet. Iets wat ik gewoon heel belangrijk vond. Ik weet dat in de club wordt af en toe gezegd over mij dat ik een emotionele ben. Ik weet dat. Maar ik ben niet emotioneel omdat ik emotioneel ben. Ik ben emotioneel omdat ik passie heb voor de job. En dat ik het beste wil voor mijn club. En ik weet dat wij in een wedstrijd dit seizoen in Mechelen, na de wedstrijd, een akkefietje hadden. Maar alle twee met hetzelfde belang. Dus Wouter ging
voor het vuur van zijn club. We hebben besproken een bepaalde fase. Maar ik heb dat ook, en dat is de emotionele, maar ik denk dat de emotionele ook nodig is om succes te halen. En ik denk dat we dat graag zien, een trainer naast de lijn die ook die passie uitstraalt op iedereen in het stadion. En dus welke fietsen, ik weet dat hij gedacht heeft, dat is misschien negatief, maar in mijn hoofd was dat eigenlijk iets van, ja, ik heb dat gewoon graag als clubman. We hebben een grote uitdaging, de kern. In eerste instantie, we gaan wel wat werk hebben. We weten niet wat er staat te gebeuren, de markt bepaalt dat. Maar we weten dat we veel kwaliteit hebben. Maar we hebben geen team gezien. Dus dat is onze allergrootste uitdaging. Eerst hebben we besproken wie hoort nog thuis in dat team. Maar last but not least, en dat is gewoon voor de hele stap. Wij moeten er dit jaar zo snel mogelijk een team van maken. En dat kan met deze ploeg gewoon heel veel. Dat hebben we ook zelfs dit jaar bij momenten laten zien. Als we een team maken, kan het veel. Ik ga Wouter nodig hebben voor de topsportcultuur. Ik haal mezelf daar. Soms mis ik dat. De emoties van het moment, daar moet je van genieten, de overwinningen moet je genieten. Maar je moet het sneller pakken, dat topsport de dag erna is gisteren al weer vergeten. Maar dat telt ook in het seizoen wat minder is, gelijk vorig seizoen. Wij gaan het goed herpakken en we gaan dat heel snel doen door de spelers te laten voelen wat topsport is. En vooral wat het is om voor deze club te spelen. Dus hij is vooral trots, denk ik. Hij gaat dat zelf kunnen zeggen om hier te werken. Maar wij zijn nog trots dat hij vandaag naast ons zit. Dankjewel. Dat was heel helder, zoals steeds. En dan is het de beurt aan Wouter zelf. Wouter, ja, mooie woorden al. Maar nu is het aan jou. The floor is yours. Ja, heel mooie woorden. En ik kan enkel maar beginnen met hetzelfde wat Dimi daarnet zei. Ik ben uitermate trots en gelukkig en fier dat ik hier coach ben. Ja, dat, zeker zoals ik straks al gezegd heb, de geschiedenis die ik ook heb met de club en de band die ik heb met de supporters, met de club, die is altijd goed geweest, positief geweest. Ik zie hier ook veel bekende gezichten terug, dus dat vergemakkelijkt ook wel binnenkomen, zal ik zeggen. Wat mij, en dat weet Dimi dan misschien niet, wat mij het veld heeft overhaald om naar hier te komen ook, is ook de wil. Die er voor mij, de perceptie die ik had, de wil van de club uit, van Dimi uit, van de mensen hier uit, van de supporters ook uit, om mij hier te krijgen. En dan voel je eens zo fier, dan voel je eens zo bereid. En dan kom je met eens zoveel goesting natuurlijk naar hier. En niet alleen daarom, maar ook dan natuurlijk, dus ik kom bij een grote club terecht die dan toch ook nog dat familiale aspect nog altijd heeft, maar ook heel veel ambitie heeft. Dus daar kijk ik echt enorm naar uit. En voor mezelf ook, denk ik, na alle stappen die ik ondertussen al gemaakt heb, van heel laag naar hier, vind ik dit ook een mooie, ideale stap voor mezelf. Ook om dat samen te doen met, niet alleen met de club, maar ook met de supporters en ook met een goede staf, denk ik. Ik denk, ja, de jongens, niet van Mechelen meebrengen natuurlijk, die vertrouw ik natuurlijk blindelings. Ze kennen kwaliteiten, maar ook de rest van de staf die hier al zit, met Kim, Domenico, met Peter, met Jan die erbij komt, dan denk ik dat we een hele kwalitatieve staf hebben, die ook heel veel passie hebben voor de club ook. Wat heel belangrijk is om die twee te combineren, om uit te stralen ook, en eenheid uitstraalt als staf. Niet voor jezelf, maar enkel als voorbeeld naar de spelersgroep toe. Je kan niet eisen dat een spelersgroep als een eenheid, als een blok gaat strijden op het veld als je dat als stad niet uitstelt. Ik denk nog altijd dat je het goede voorbeeld daarin zelf al moet geven om het te kunnen eisen van anderen. En ik denk dat begint dan bij ons en dat begint ook met werkethiek, dat begint ook met proactiviteit, met dingen vastpakken en eraan werken. En ik denk enkel, je kan enkel maar goede dingen tonen op het veld en stappen zetten op het veld als je daar echt door de week gewoon heel hard aan werkt. En ik denk met deze stap gaat dat geen probleem zijn en gaat dat zeker en vast goed komen. En daarnaast ken ik ook het DNA van de club. Ik weet ook wat supporters verwachten van spelers op het veld. Ik denk dat ook samen past. Ik zeg ook de filosofie van voetbal die ik zelf heb. Met de filosofie van de club denk ik dat ook goed matcht. Ik denk dat we daar met Dimi dan ook heel veel goede gesprekken over gehad hebben. En dat ook, om voor mijn part vond ik dat ook heel belangrijk om die gesprekken te hebben, zodat we eigenlijk ook puur voetbalistisch en weten van
wat we aan elkaar hebben en waar we naartoe willen gaan. En dat dat matcht is voor mij zeker zo belangrijk, voor de club waarschijnlijk ook, maar ook voor mij zeker zo belangrijk om te kunnen voelen eigenlijk. Dus, en ik weet ook, ik heb het zelf meegemaakt hier, de jaren dat ik hier gespeeld heb, dat als je je truitje nat maakt en je laat zien dat je voor je kleuren vecht, dan krijg je het stadion mee. En eens als je het stadion meekrijgt, dan kan hier een ongelooflijk goede atmosfeer bestaan waar je als speler nog alleen maar, of als ploeg, nog alleen maar sterker van wordt en alleen maar meer kan strijden. Dus ik denk dat ik die waardes eigenlijk wel mee heb van de periode dat ik hier... speler was. En met de goede band die ik hier altijd al gehad heb met de mensen van de club en met de supporters, denk ik ook dat dat een goede match is om samen gewoon voor resultaten te gaan. En als je dat gevoel hebt, ook als je dat gevoel hebt als speler, maar wij als speler zelf moeten daar, denk ik, als speler en staf zelf moeten daar, denk ik, de eerste aanzet toe geven om al de rest, en dan heb ik de tribunes mee te krijgen, om allemaal... allemaal als één blok achter de ploeg te gaan staan en in één koor te kunnen gaan trekken. Dus, en last but not least misschien, maar dat is de jeugd, de werking met de jeugd, de jongens die al doorgebroken zijn, de jongens die klaarstaan. Ik denk dat het ook voor mij gewoon een hele leuke en mooie uitdaging is om daarmee te gaan werken, om alles van hun potentie proberen eruit te halen dat mogelijk is. En ik denk dat ze hier sowieso die fundamenten hebben, dat er jongens al klaar staan, maar dat er ook qua werking en zo heel goed gewerkt wordt om die talenten tot bij ons, zal ik zeggen, te brengen. Dus dat is zeker en vast. Dat is ook een motivatie geweest om naar hier te komen. En laat ik afsluiten met hetgeen dat ik echt, zoals ik tegen Peter nog in de week zei, van ik kan eigenlijk niet wachten om eraan te beginnen. De goesting is heel groot en ik kan niet wachten tot ik hier op het veld sta. Dankjewel, Wouter. Nog even geduld. Binnen een paar weken mag je helemaal. Dan gaan we dit gedeelte van de persconferentie hier nu afsluiten. Ik dank de kijkers van onze livestream. Nog even geduld en dan begint het weer allemaal. Dan begint de bal weer te rollen. En dan zien we u graag een volgende keer opnieuw. Goedemiddag nog.